Pantar is het werk- en ontwikkelbedrijf van de gemeente Amsterdam en Diemen. En bij Pantar werken vooral mensen met een ondersteuningsbehoefte. En bij Pantar wordt dus en gewerkt iedere dag, producten en diensten geleverd. En aan de andere kant is het ook de plek waar mensen zich kunnen ontwikkelen. Pantar organiseert heel veel verschillende werksoorten. Dat kan bijvoorbeeld zijn in de groenvoorziening, kan bijvoorbeeld zijn in de reiniging of in de techniek. Vanuit de techniek kan je bijvoorbeeld leren om schilder te worden. Maar bijvoorbeeld ook in de logistiek, waar je chauffeur kan worden. Zo zie je maar, er wordt echt een heel breed palet aan werksoorten bij Pantar georganiseerd. Wat past bij de unieke behoeften van onze medewerkers. Ik ben Mike, ik ben 18 jaar. Ik werk bij Pantar en ik werk in het groen. Ik ben Max, ik werk voor een transport van Pantar. Ik kom uit van de Dominicaanse Republiek. Ik ben Samia, ik ben 18 jaar. Ik loop stage hier bij Pantar in deze keuken. Ik heb hier heel veel cursussen gehaald. Veilig werken langs de weg. Ik heb VCA gedaan hier al. Ik leer een Nederlands taal 1 keer per week via Pantar op tijd van de werken. En 2 keer per week via de gemeente in de avond, in de school van de gemeente. Ik ben wel gegroeid met snijtechnieken. Normaal kon ik niet echt goed snijden, maar nu wel. Echt heel leuk dat ik bij Pantar werk en dat ik mag blijven werken na de zomer. Pantar is niet alleen een grote bedrijf. Voor mij, Pantar is een grote familie.